Ik heb geen piepshow gegeven, dus dat scheelt. Ik ben ondertussen met Masha. En Masha is me aan het helpen. De tafel of de... Nee, dus... Ja, ik heb er echt heel erg zin in. Goedemorgen. Het is woensdagochtend en in ieder geval, het is al 11:30. De dag ging totaal anders dan de bedoeling was. We waren aan het ontbijten. Ik had vanmiddag een afspraak, die is afgezegd. Maar ik heb wel weer een andere afspraak zo. Ik wilde gaan douchen en toen stond ik eigenlijk zo goed als uitgekleed. En toen stond iemand aan de deur en toen kwamen er dus dozen. Toen heb ik snel mijn jas gepakt, maar ik had dus eigenlijk niks aan. Om die doos aan te nemen. En die man bleef die doos maar geven. En ik had echt zoiets. Ja, maar ik wilde die jas goed op zijn plek houden. Het was echt drama. Maar het is gelukt. En ik heb geen piepshow gegeven. Dus dat scheelt. Dus die dozen staan er. Ik heb ondertussen wel gedoucht. En wat make-up op mijn gezicht gesmeerd. En mijn huidverzorging gedaan. Dit moet ik natuurlijk ook heel goed bijhouden. Ik hoop echt dat het binnenkort echt heel goed gaat werken. Maar we zitten bijna op de 2 weken. Dus bijna op de helft dat je dus echt resultaat kan gaan zien. En nu heb ik even tegengezet. Ik heb wel heel snel net een banaantje naar binnen gepropt. Echt gepropt. Zij was boven de kamer aan het opruimen of de zolder. 1 van 2. Ze ging het allebei doen als het goed is. Oh, en nu even zen. Hey, het is wel moeilijk om 3 kinderen te tillen. Kijk maar. Poef. Alexander, Fleur en... Wel. Gelukkig kan ik dat wel. Ik ben ondertussen met Masha. En Masha is me aan het helpen om de stoelen in elkaar te zetten. Hierin staan. Ik heb er een paar bij de tafel staan. Maar ik vind ze echt leuk. En ze zitten ook echt lekker. En ze zijn super zacht. Dus ik ben zo happy met de stoelen. Hij zit echt lekker. Ja, hij zit echt lekker. Ja, maar het kwam even extra binnen bij mij. De tafel, of de, nee, de stoelen staan aan tafel. Jee, ik ben er echt blij mee. Stofzuiger ligt er nog, want we hebben net alle rommel opgeruimd. Fayenne en Masha zijn weg. Ze was even gaan buitenspelen. Toen heb ik dit dus aan kant gebracht. Mijn huis begaf dat. Maar ik laat het gewoon even zo drogen. Ze en ik moeten nu even snel naar de winkels. En ik kan niet wachten. Er komt ook een andere eettafel. Maar dat duurt iets langer. Want dit is echt geen match bij elkaar. Maar ja, die tafel komt eraan. Dat zal nog 1 week tot 2 weken misschien zelfs duren. Dus even door de zure appel heen bijten letterlijk. Maar hij komt. Ik laat het voor nu los. Het komt goed. En dan... ja, ik heb er echt heel erg zin in. We hebben net even een kleine boodschap gedaan. Het is warm in de auto. Maar we zien echt hele donkere wolken nu aankomen. Dus ik denk dat het zo afgelopen is met het zonnetje. Het is nu warm in de auto, hè? Ja. Het is 25,5 graden in de auto. Ja, echt. Terwijl buiten betrekt het nu heel snel. En dan gaan we maar naar huis. En dan regen gaan we ze ook eten. Ik heb wel honger. En we zijn samen aan het koken, Sarah en ik. We zijn een klein beetje kookles aan het geven, hè? Ja. En je doet het hartstikke goed. Nee, niet zo. Wel zo. En dan moet hij even staan. Hij moet aan de kook komen namelijk. Oh, met de vieze kamer. En het is vakantie, dus we eten op de bank. En we zijn de Club van Lelijke Kinderen aan het kijken. Wacht. Zo heet het, toch? Ja, ga eens even kijken. Ja, volgens mij heet hij de club. De Club van de Lelijke Kinderen. De Club van Lelijke Kinderen. Zonder de. Dus het is wel grappig, het is een Nederlandse film. Ik kende hem niet. De Club van kwam er mee. Kinderen. Nee, de Club van Lelijke Kinderen. Zonder de. De Club van Lelijke Kinderen. Ja. De Club van de Lelijke. En het eten is nog een beetje heet. We hebben lekker risotto. Maar hij is wat meer over mij geschept op ongeluk. Ja, ik heb best wel veel geschept. Normaal doe ik altijd een klein beetje voor Sarah. En dan kan ze wat sneller eten. En wat meer. Maar ik was zo in gedachten in de keuken dat ik de borden allemaal helemaal vol heb geschept. Sarah ligt op bed. Dus ik ben aan het kijken wat ik voor accessoires kan gaan vinden voor op de tafel. Ik wil andere placements sowieso. En ook andere kleuraccessoires. Dus ik ga heel veel van de oude zooi wegdoen. Nu nog niet, want dan heb ik helemaal niks staan. Dus ik ben nu aan het zoeken. En kijken wat ik allemaal kan vinden.
Bij de bol.com kan je natuurlijk altijd dingen in je favoriet zetten. Maar via de app kan je het in mapjes doen. Dus nu ben ik een hele huismap aan het maken bij favorieten. Ik heb er echt veel in gezet. Echt, ik ga het maar door en door en door en door. Maar ik weet nog niet wat ik uiteindelijk wil gaan nemen. Dus ik denk dat ik eerst gewoon zoveel mogelijk leuke dingen opspaar in mijn map. En dat ik dan aan de hand van wat ik allemaal heb, hè, van mijn voorselectie, ga kiezen wat ik dan uiteindelijk echt wil nemen. In plaats van impulsief toch al dingetjes gaan bestellen. Wat ik wel echt wil bestellen is placemats. Want dan komt die andere tafel dadelijk. En die is een hele andere kleur. En mijn placemats die ik nu heb, vind ik echt al lang. Maar die staan daar gewoon niet op. Dus ik wil gewoon echt andere. Dus dat is het enige wat ik dan wel vast wil bestellen. Maar dat valt niet echt om de accessoires natuurlijk. Dus dat is los. En dat hoeft niet per se verder echt ergens helemaal bij te matchen. Dus die ga ik nu wel even zoeken. En dan ga ik daarna gewoon even kijken wat ik allemaal kan vinden. Ik ben net aan een nieuwe serie begonnen. Die staat op Ziggo trouwens. Die heet The Feed. Die heb ik als tip gekregen. Maar ik heb echt een kwartier gekeken. Dat zag er wel op zich interessant uit. Maar ik val echt om van de slaap. Ik weet niet wat het is. Maar misschien heb ik die vakantie gewoon heel hard nodig of zo. Het is natuurlijk echt wel een raar jaar geweest. Meer dan een jaar. Meer dan een jaar. Dus ik ga hem uitzetten en ik ga lekker naar mijn bed, denk ik. Beter. Ik ga lekker mijn bedje in. Ik ben moe. Ik heb de kamer opgeruimd. En ik moet ook dit helemaal nog doen. Dus ik ga lekker slapen. En de vlog dus afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen. Doei doei.